Jan van Akkoleijen is expert in Human Resources. Vandaag praat hij met meester Tieleman over de arbeidsrechtelijke aspecten van de bedrijfswagen. Welkom, meester Tieleman. Vandaag gaan we het hebben over de firmawagen en de arbeidsrechtelijke aspecten daarvan. U durft het wel eens de Achillespees van de Belgische arbeidsovereenkomst of arbeidsmarkt of arbeidsrecht noemen. Kan u eens toelichten waarom u dat zo noemt? Omdat het uit ervaring een van de meest gevoelige elementen is in de arbeidsrelatie. Dat speelt reeds mee bij het begin van de arbeidsrelatie. Heel vaak is dat privaat gebruik van de firmawagen en vooral van welk type bijna de lokvogel om de stap te zetten naar een bepaald bedrijf. Dan gaat men ook zien dat tijdens de rit, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, van zodra de werkgever ook maar iets verandert, het type wagen, het budget, dat tot fricties rijdt en zeer hoog oplaaiende discussies met de werkgever. Maar ook op het einde van de rit, bij ontslag, komt opnieuw die gevoeligheid van het gebruik van die firmawagen naar boven. Laat ons even starten bij het startpunt van die arbeidsverhouding, dat contract, het gebruik van die firmawagen. Wat is daar belangrijk als basisafspraak? Ik denk dat het heel belangrijk is om zeer uitvoerig te beschrijven wat de rechten en ook de plichten zijn van de werknemer. Men moet klare wijn schenken zodanig dat er geen moeilijkheden of interpretatieproblemen ontstaan bij het gebruik van die firmawagen. Een van de andere aspecten, ik ben met die firmawagen op stap, ik heb een boete. Wat zijn daar de belangrijke aspecten om goede afspraken over te maken? Heel vaak denkt men dat verkeersboetes, dat die in feite moeten gedragen worden door de werkgever. Men vergeet daarbij dat een verkeersboete, dat we daar in het strafrecht zitten en dat het een persoonlijke aansprakelijkheid is van de overtreder zelf, dus de werknemer. Die boete moet dan ook betaald worden door de werknemer zelf. De arbeidsovereenkomst eindigt. Initiatief van de werkgever, twee scenario's mogelijk. Laat ons misschien even starten met het scenario waarin we iemand, een werknemer, in een opzichtperiode zetten. Wat gebeurt er dan met die firmawagen? Kan die afgenomen worden? Tijdens de opzeg loopt de arbeidsovereenkomst door. Dus zowel de werkgever als de werknemer moeten hun verplichtingen nakomen. Dus moet de werkgever ook het privaat gebruik van de firmawagen tijdens de te presteren opzeggingstermijn laten aan de werknemer. Als we daarentegen in een situatie zitten dat de werkgever onmiddellijk een einde stelt met het betalen van een verbrekingsvergoeding, dan moet in principe de auto onmiddellijk terug binnengebracht worden. Dat is helder. Dank u voor dit gesprek. De situatie van de firmawagen vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is heel wat duidelijker geworden. Dank u wel.